Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, First Lady Melissa Santokhi Sinasheri opent Museum Bakkie. Politieambtenaren bevorderd en jubilarissen gehuldigd. Tijdelijke zaakgelastigde Nederland schenkt medisch apparatuur aan president. En minister Ghaibar Singh en BBGO buigen zich over knelpunten. Aan First Lady Melissa Santokhi Sinasheri viel op zondag 29 november 2020 de eer te beurt de opening van het Museum Bakkie te verrichten. Deze bewaarplaats van gevonden voorwerpen uit de Surinaamse geschiedenis staat op de gelijknamige plantage Bakkie aan de Kommewijnrivier. De presidentsvrouw toonde zich ingenomen met het feit dat op deze manier de geschiedenis van Kommewijnen, maar meer nog Suriname, belicht kan worden. Zij deed ook de plantages Johanna Margaretha en Frederiksdorp aan. Je ziet het zelf, Kommewijnen heeft zoveel geschiedenis. Er waren meer dan 600 plantages toen. En je kunt zich voorstellen, na 3-4 generaties zijn er toch mensen die naar spullen zijn gaan opzoeken. En het is hier opgeslagen. Je ziet het zelf, als je naar binnen gaat straks, heel wat geschiedenis. En het is heel goed voor de jongeren om achter te komen wat hun voorouders allemaal hier hebben meegemaakt in Suriname. De generaties die niets weten, kunnen hier komen. En dan kunnen ze ook zien al hetgene wat met de voorouders zijn gebeurd. Je ziet in binnen hoe die slaven, zelfs de contractarbeiders werden gebruikt met alle strafmaatregelen. Je gaat ook zien oude flessen, je kunt ook zien houwers van toendertijd. Je kunt heel wat dingen daar zien. Eén ding wat ik kan zeggen ook, er is een staatsboot die vanuit Montresor Alliance aandoet. Ik zal ervoor zorgen dat bijvoorbeeld ook Bakkie aandoet. En dat die mensen die op een goedkopere manier het museum willen zien, dat ze ook de boot kunnen gebruiken. En u ziet het zelf, dit gaat ervoor zorgen dat Kommewijnen in de lift komt. Dus Kommewijnen komt nu op wereldniveau in de picture. Waarbij dan toerisme, al die luchtvaartbedrijven of toeristische bedrijven, hun mensen ook hier kunnen brengen om te zien of te laten zien wat we in Suriname hebben. U hebt ook net gehoord, er is een romp gevonden, er is ook een vliegtuig gevonden van de Tweede Wereldoorlog. Ik wist het ook niet, maar vandaag de dag doet het me heel veel dat ik als justitiecommissaris dit heb meegemaakt en ik promoot. Ik zal via mijn BIC ook dit ding promoten, dat toerisme Bakkie aandoet. En zodoende krijgt Bakkie dan ook een ander soort leef-woonsituatie. Want dan kunnen ze ook misschien hun eigen spullen, landbouwartikelen ook kunnen verkopen aan de toerisme. We zien allemaal oude stukken, voornamelijk uit de plantagegeschiedenis. We zijn begonnen met de Barappa-kreet te graven een aantal jaren geleden. En toen vonden we een paar flessen. En toen zijn we eigenlijk de collectie gaan opbouwen met artefacten. En toen zijn we ook zaken gaan aankopen. Veel topstukken over Suriname liggen in het buitenland, zijn vaak gemaakt in het buitenland. En onder andere die mooie boeken, documenten en prenten, die zijn daar gemaakt. Die proberen we allemaal hier naartoe te halen. Ook voor educatie, maar ook natuurlijk voor toerisme. Dus toerisme betekent heel veel voor dit gebied. Als de toeristen hier komen, dan nemen ze een boot, dan nemen ze een taxi, ze eten wat. Dus heel veel mensen verdienen aan toerisme in dit gebied. Daarom is het zo belangrijk. Inmiddels al 13 jaar bezig en het eind is nog lang niet in zicht. We hebben alleen maar grotere plannen.
Het zal heel veel betekenen. We hebben eigenlijk een onderzoek gedaan en enquêtes gedaan in het gebied, wat die ontwikkelingen, die upgrades zouden betekenen. Het is zelfs zo dat, kijk, als wij hier een museum hebben, betekent het ook dat mensen langer blijven in dit gebied. Ik noem maar wat, als mensen 2 dagen naar Vredesdorp gaan, zeggen ze van oké, we blijven 3 dagen op Vredesdorp slapen, het hotel, dat we ook een dagje naar Bakkie gaan. Dus we willen dat er meer mensen komen naar dit gebied, 1, maar net zo belangrijk willen dat er mensen ook langer blijven in dit gebied. Dat is ons doel. En nadat we hebben geüpgraded, nu gaan we ook het hele gebied promoten. We gaan het professioneel laten promoten door professionals. Nu is even COVID, we zijn bijna gesloten, maar straks is het open voor iedereen. Natuurlijk moeten we leven van toerisme, van de Warappakreektrips en de Bakkietrips. Dat zijn vaak europrijzen, omdat we ook de visum moeten binnenhalen. Maar we hebben zeker lokale prijzen, laag, en zeker ook educatieprijzen, heel laag. Zeker weten. Voor iedereen is het open, juist. Fantastisch. Zoals hij heeft aangegeven hoe het gestart is. Het is met... ze hebben zich hier in Paramaribo, althans in Suriname, gevestigd en wisten nog niet dat er een familieerfgoed hier op Komijnen lag. Met een bezoek van een grootvader hebben ze dat gehoord. En toen dachten ze, nou, laat me even op zoek gaan. En dan bleek het inderdaad het geval te zijn. En hier aangekomen was er nog niet, er was niet veel aangetroffen in de zin van, er moest heel veel werk verzet worden. En zoals hij in het museum ook aangeeft, zie je dat het circulair is. Want dan vinden ze heel veel spullen van hun familie, althans van Masha's grootvader of overgrootvader aangetroffen, zijn Bijbel. Dat doet je wel wat, denk ik, als familielid, dat je dat terugvindt. Dus sowieso dat ze circulair. Het wordt gewoon van, je bent op zoek gegaan naar iets, je geschiedenis. Maar het blijkt niet alleen jouw familiegeschiedenis te zijn. Het blijkt deel te zijn van Surinames geschiedenis, van Komowijnen. En dat het eigenlijk zo lang onbelicht is gebleven. Je kan zeggen, oké, er zijn meerdere plantages. Maar dit maakt hem een beetje uniek als ik het zo hoor. Dat ze door het doorgraven van de Warappakreek, dat ze dan ook heel veel dingen aantreffen. Zoals het enige katoenfabriek. Ze daar hebben aangetroffen. Dus dat er voor de archeologische doeleinden heel veel te vinden hier valt. Zoals ook een vliegtuig van de Tweede Wereldoorlog of zoiets, ook Amerikaans vliegtuig, aangetroffen. Dus als ze zo door blijven gaan, denk ik dat ze heel veel schatjes, kleine rijkdommen van onze geschiedenis terugvinden en dat weer gaan belichten en dat ook allemaal aan één stuk door weer aan elkaar gelinkt worden. In het politieopleidingscentrum zijn op maandag 30 november 2020 een aantal politieambtenaren bevorderd in de naasthogere rang. Daarnaast werden jubilarissen van het politiekorps gehuldigd voor hun dienstjaren binnen de organisatie. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie legde er de nadruk op dat belangrijke beleidsbeslissingen noodzakelijk zijn om het vertrouwen van de gemeenschap in de politie te herstellen. Dit moet resulteren in slagvaardig, daadkrachtig en professioneel politieoptreden. De communicatiedienst Suriname legde het volgende voor u vast. Vandaag bevorderd zijn geworden, die lopen al jaren in die rang. Ja, in feite al over tijd. Ze moesten, als het goed is, sommige van ze nu al met 2 sterren rondlopen. Op een gegeven moment hebben deze leden dat kenbaar gemaakt, ook aan het bestuur, dat zij ontevreden zijn over de gang van zaken en met name dus de bevorderingen en het toelaten op de opleiding. Wij hebben dat natuurlijk als bestuur bekeken. We hebben de zaak opgepakt.
U weet nog, de perikelen, het was allemaal begonnen tijdens de minister van politie, Justitie en Politie bij meneer Getrouw, waarbij dus deze leden naar daartoe zijn getogen. Op een gegeven moment hebben zij dat ook aan ons kenbaar gemaakt. Wij hebben vanaf toen zaken aangepakt, zowel met de korpsleiding, met de werkgever, toen minister van Justitie en Politie en daarna, na die transitie, de nieuwe minister. Het is knokken geweest natuurlijk, omdat u weet dat na die transitieperiode er ook een heleboel bevorderingen en soort zaken zijn stopgezet, waardoor het proces enigszins vertraagd werd. Maar dat mocht niet baten. Althans, wij hebben ervoor gezorgd dat wij niet hebben stilgezeten. We hebben niets aan het toeval overgelaten. We zijn er hard tegenaan gegaan en we hebben gezegd van nee, wat er ook gebeurt, wij moeten ervoor zorgen dat deze leden niet langer in hun rechtspositie moeten worden benadeeld. En vandaag is de dag en we hebben alleen maar blij gezegd natuurlijk. Hoe ze ingezet zullen worden, ze zullen blijven in hun oorspronkelijke positie. Vermeldenswaard is dat een aantal van deze mensen ook al werkzaamheden uitvoeren die toebedeeld zijn aan inspecteurs van politie derde klasse. Maar voor het overige zullen ze gewoon in hun oorspronkelijke functies blijven. Toch? Omdat deze stap meer bedoeld is om enigszins te compenseren toch? De achterstand die de mensen hebben opgelopen in hun carrière gaan. Zo, ik zit al meer dan 30 jaar in dienst. Vandaag is een bijzondere dag voor mij, omdat ik naar een naast hogere rang ben bevorderd. Het heeft lang geduurd. Ik moet toch dank uitbrengen aan bijvoorbeeld de Surinaamse Politiebond, die ervoor heeft gezorgd dat het zover is gekomen. Alle andere actoren in deze, korpschef, minister van Justitie en Politie, in elk geval de regering, die ervoor heeft gezorgd dat het zover is gekomen. Het heeft lang geduurd, dat wel, maar ja. Het zit erin. Ik ben thans een rangetje hoger. Ik heb in die afgelopen 40 jaar verschillende dingen en zaken meegemaakt. Het heeft me wijzer gemaakt. Het is een hele mensenleven. En ik ben trots op mezelf. Het is niet aan ieder gegund. Maar het was met vallen en opstaan. Ik ben momenteel een waarnemend hoofd BZC. Dat is bestrijdingswaarde criminaliteit. Over 2 jaartjes ga ik dan met pensioen. Ik werk intussen al 30 jaar bij de recherche. Als je geen sterke persoonlijkheid bent, je zaken kent, maak je het niet. Zolang bij de recherche. En ik ben er nog steeds en ik hoop daar af te sluiten. Ik zou zeggen, vrouwelijke collega's in het bijzonder, ga ervoor. Wees niet bang. Neem elke uitdaging aan bij de politie. Als je flink bent, zegt men dat je ook mee moet gaan met alles wat die mannen doen. Maar je hoeft niet alles te doen. Gebruik je principes. Weet wat goed is. Kijk wat kwaad is en doe niet mee met onrecht. We zijn tenslotte in dit beroep gerold om de Surinaamse samenleving te dienen. Op het kabinet van de president heeft op maandag 30 november 2020 een donatie van medisch apparatuur plaatsgevonden. De schenking die werd gedaan door Henk van der Zwaan werd in ontvangst genomen door onder andere president Chandrika Prasad Santokhi. Van der Zwaan is de tijdelijk zaakgelastigde voor Nederland in Suriname. Wij brengen u het volgende verslag. Crisis bereikte ons het verzoek vanuit Suriname of wij iets konden doneren vanuit Nederland vanwege zeg maar, de krapte aan verschillende apparatuur die hier in Suriname tekort was. En vanwege de banden die er zijn tussen Suriname en Nederland is er gelijk een publiekscampagne opgezet onder leiding van Jurgen Rijman op de televisie. Dus dat was al zeg maar, een publieksinitiatief om zo maar te zeggen. Maar de Nederlandse regering vond ook dat er eigenlijk een steun
aan Suriname gedaan moest worden om hen bij te staan in deze moeilijke tijden. We hebben een eerste tranche hebben gegeven, apparatuur en middelen ter waarde van 2,5 miljoen euro. En nu, later dit jaar, hebben we nog een keer 3,5 miljoen euro erbij gedaan, zodat in totaal apparatuur ter waarde van 6 miljoen euro aan Suriname is overgedragen. En wat hield de overhandiging in? Ik heb een doos met een mobiele respirator overgehandigd aan de president, symbolisch. Want ja, daar is natuurlijk veel meer overhandigd. Het gaat over respirators, het gaat over beschermingsapparatuur, het ging over mondkapjes, het ging over beschermende kleding, van alles en nog wat is er geweest. En het is gedaan op basis van een behoefteindicatie door Suriname. Dus wij hebben aan Suriname gevraagd, laat ons weten welke producten, welke artikelen hebben jullie het meeste behoefte aan. En zo zijn we eigenlijk tot die lijst gekomen. We hebben vandaag een ceremoniële overhandiging gehad van wat apparatuur en beschermingsmiddelen vanuit de Nederlandse regering. De spullen waren reeds enkele weken in Suriname. Zijn inmiddels ook al gedistribueerd naar de verschillende zorginstellingen. Dit allemaal in het kader van COVID-beheersing. En de vernieuwde en hernieuwde samenwerking tussen Suriname en Nederland. Alwaar door de Nederlandse regering middelen beschikbaar gesteld zijn voor Suriname. In de vorm van financiële middelen. Die dus wij dus als regering moesten invullen op basis van onze benodigdheden en onze vereisten hier. Dit hebben wij dus goed voorbereid en aan de hand van onze benodigdheden en de lijsten komen dus de spullen nu gefaseerd binnen. Zo hebben we 2 weken terug 18 beademingsapparaten ontvangen. Heel belangrijk bij aanpak van COVID, vooral als we weten dat COVID een luchtweginfectie is en mensen vaak aan de beademing moeten. Maar ook beschermingsmiddelen, ongeveer 67 pallets aan goederen. Die aangekomen zijn, inmiddels opgeslagen zijn en aan de hand van het verbruik dan de distributie bepaald zal worden. Dit allemaal een beetje onder beheer van Volksgezondheid. Ja, verder moet ik aangeven dat de president dit allemaal heeft ontvangen. Hij heeft dit gelijk doorgeleid naar het ministerie van Volksgezondheid, dus aan mij. En de president heeft dan zijn dank uitgesproken aan de Nederlandse tijdelijk zaakgelastigde. We hebben dus samen beloofd te werken aan het uitdiepen van de samenwerking. Los van equipment en beschermingsmiddelen moet ik ook aangeven dat Nederland vanaf het begin van COVID in Suriname middels het beschikbaar stellen van kader, van medisch kader, ook Suriname heeft ondersteund. Tevens moet ik zeggen dat de Nederlandse specialisten ook hun medewerker hebben verleend bij het schrijven van protocollen voor zorginstellingen. Dit allemaal in het kader van de vernieuwde samenwerking. We moeten het zo zien dat wij het niet alleen gaan kunnen. Zeker als regering niet alleen in staat zijn. Daarbij, los van Nederland, hebben we ook nog donororganisaties die ons hebben ondersteund, zoals de PAHO. Maar ook de Canadese regering, de Chinese regering, de Indiase overheid. Dus tal van ondersteuning, ook vanuit het particulier bedrijfsleven in Suriname, hebben we de ondersteuning gehad. Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, gebogen over knelpunten van de groep. Beide partijen zijn het met elkaar eens dat het gesprek een vruchtbaar verloop heeft gehad. Partijen hebben op maandag 30 november de knelpunten besproken in het BBGO-gebouw. De bewindsman zegt dat er zich geen gevallen zullen voordoen waarbij gepensioneerden acties moeten voeren om zaken waarop zij aanspraak maken gedaan te krijgen. Heel goed en leuk gesprek gehad. We hebben wat knelpunten besproken die mijn aandacht verdienen. En ik heb de voorzitter met haar bestuur beloofd dat ik inderdaad ook aandacht aan zal schenken. Maar dat we ook frequent met elkaar in contact zullen zijn. Omdat wat ik wil is een goede relatie met BBGO. Eén op basis van partnerschap en volwaardigheid.
De gepensioneerden hoeven tijdens mijn periode niet op straat om te krijgen waar ze aanspraak op maken. Nou, laat ik nou alvast beginnen te zeggen dat we het een hele eer vonden of vinden dat de minister dus hier bij BBGO op bezoek is geweest om natuurlijk te praten over de knelpunten. Dat vonden we geweldig. En we hebben dus gemerkt dat er een goede communicatie zal plaatsvinden tussen de minister van Financiën en dus BBGO. En dat is ontzettend belangrijk. Waarover is gesproken is, eigenlijk zijn het de dingen die er al jaren liggen. Een van de zaken is bijvoorbeeld dat we gepraat hebben over de kwestie van die onderstandgenietenden. Die maar een uitkering hebben van 375. En wij hebben dus natuurlijk gevraagd aan de minister om te kijken dus wat hij dus daaraan kan doen. U sprak over waardevast. Nou, wij praten over welvaart vastmaken van de pensioenen. En dat staat al in het staatsbesluit van 2015. Het enige wat we hebben gevraagd aan de minister om alsjeblieft daaraan dus natuurlijk uitvoering te geven. En niet zoals het in het verleden is gebeurd van de ambtenaren kregen vandaag een verhoging. En wij moeten op straat gaan voordat wij dus datgene kregen waarop we dus recht hebben. En dat kan dus niet, want dan hoefde je geen staatsbesluit te tekenen. En dat is allemaal dus natuurlijk besproken, aangegeven van kijk, daarom moeten wij dus als gepensioneerden nu ontvangen we nog steeds een TWK. Toch, omdat het veel te laat is uitbetaald. Dus dat zijn zo ongeveer dus de zaken die besproken zijn en natuurlijk ook aangehaald dat we dus vaker contact zullen hebben met elkaar. Want er komen dus natuurlijk altijd nog een paar andere zaken misschien zo tussendoor. Maar in ieder geval, de communicatie zal er zijn en dat vinden we super belangrijk. Ik ben super tevreden, sowieso. En wat ik verwacht in van de toekomst, is dat natuurlijk de minister zich aan zijn woord houdt. En dat vertrouwen heb ik. En dat we dus vaker met elkaar zullen praten over de knelpunten, de gepensioneerde rakende, sowieso. Want dat is nodig. Ik zeg altijd, geld is nodig. Maar praten, communicatie is ook nodig. En dat kan zonder geld gebeuren. Maar je moet met elkaar goed kunnen communiceren om dus een goede werksfeer ook te kunnen hebben. En dat vinden we prettig, dat de minister, wij zouden zeggen, Ateruno. Hij heeft respect getoond naar de senioren toe om hier te komen en te praten over de knelpunten. Dat vinden we geweldig. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.